Kijk, nog een daar beetje, bubbelt he? Het. Ja. Zie je, zo af en toe komt het. Ja, dan komt het gewoon. Kijk, je ziet hem doorlopen. Beste kijkers, we gaan nu weer een nieuwe aflevering maken en dat willen we in 3 afleveringen doen, een 3-luik. We staan hier bij een van de bronnen van de Grift. We gaan beginnen met de historie. De 2e aflevering willen we u laten zien over de ecologie en de waterhuishouding. De 3e aflevering willen we u laten zien van het herstel en de reconstructie van de Grift. Wij hopen dat u veel kijkplezier heeft. We zijn blij dat je ons weer bij wilt staan bij dit interessante verhaal van de Grift. Wat kun je ons vertellen? Nou, waar zijn we? Waar zijn we? We zijn hier bij de bovenloop, zou je kunnen zeggen, van de Grift. Hij heet hier geen Grift, maar we zitten hier bij de Koppelsprengen. En de Koppelsprengen die gaan weer over in de Ugchelse Beek. En met een aantal andere beken, zoals de Bouwhofspreng, de Schoolbeek, met de Geurtsprengen. De Bouwhofspreng heb ik al genoemd. Dat vormt de Eendrachtsprengen. Dat gezamenlijk vormt in feite uiteindelijk de Grift. Nou, hoe is dat ontstaan? Ik heb daar in Wiesel al iets van verteld, maar de Veluwe is een opgestuurd landschap met leem uit wat ooit een Rijnarm was, wat we nu nog kennen als een piepkleine rivier, de IJssel. Maar ooit heeft het landijs, en dat moet je bij Apeldoorn ongeveer zo'n 225 meter in dikte denken, aan beide kanten van die Rijnarm de aardlagen op hun kant gedrukt. Maar met meenemen van keileem uit die oude IJsselbedding of Rijnbedding, zoals je wil. Want vroeger was de Veluwe zo plat als een dubbeltje. Ja. Nou, door erosie, want de ondergrond was behoorlijk bevroren, zijn op een gegeven moment geulen uitgeslepen. En in de laatste ijstijd, toen het landijs ons niet meer bereikte, zijn op sommige plekken aan de randen van de Veluwe, zowel aan de westkant als aan de oostkant, zijn dus spontaan beken gaan stromen. En die volgden dus hun natuurlijk verloop. Dat noem je het meanderen door het terrein. En dat betekent dat precies waar zo'n beek ontspringt, dat daar een brongebied zit, dus dat noem je dan een kwelgebied. Daar komt het water als ware spontaan, wat door honderden jaren in de Veluwe is gezakt, komt daar aan de oppervlakte. Nou, vanaf de 13e, maar vooral in de 16e en 17e eeuw, is daar extra water aan toegevoegd om daar watermolens op te kunnen aandrijven. De oorspronkelijke beek leverde dus onvoldoende water voor al die watermolens. Dus wat deed men? Men groef hoger in datzelfde beekdal, waardoor die beek gevormd was, groef men een waterhoudende laag aan en prikte daar dus, dat noem je dan een sprengenkop, een nieuwe waterhoudende laag aan en dat legde je in een dijklichaam. Of zoals het hier loopt, in een geul. Ja. En we zijn hier dus bij de Koppelsprengen, de bovenloop van de Ugchelse Beek. Maar zo heb je ook de Geurtsprengen, zoals gezegd, bij de Schoolbeek. En je hebt bijvoorbeeld ook de Bouwhofsprengen, de Eendrachtsprengen, met allemaal hun brongebied. En dan uiteindelijk bij de Eendracht, zo ongeveer bij de Eendrachtstraat, vormen die samen een Grift. En dat willen we dus u in de eerste aflevering laten zien. En ook vertellen over de historie ervan. Van wat is er eigenlijk allemaal gebeurd met die Grift? Thank you.
Wat kun je ons nu nog meer vertellen van de grift? Nou, het is zo dat in de 13e eeuw en misschien zelfs al eerder, de oudste molen die in Apeldoorn genoemd wordt is van 1298, dat is in Lieren. Maar vanaf de 13e eeuw worden die natuurlijke beken veelal vergraven en opgeleid, dus in een dijklichaam gelegd, om een watermolen te kunnen voeden. En dat waren dan altijd korenmolens of rundmolens. En in de 16e eeuw, dan is de behoefte aan nog veel meer water, want dan krijgen we de opkomst van de papiernijverheid op de Veluwe. En op het hoogtepunt draaiden zo'n 45 molens in Apeldoorn. Dan graaft men extra bronnen aan, hoger in het beekdal. En dat noem je dus sprengen. Dat is door mensenhand gegraven, zoals je hier ook op dit terrein ziet. En dan in de 14e eeuw, dan speelt de gift een hele belangrijke rol. Want dan krijgen we de oprichting van het polderdistrict Veluwe. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat onze landsheer, de toenmalige hertog Reinald II, altijd in geldnood verkeerde en extra inkomsten wilde genereren. Nou, zijn raadsman Johan Molière bedacht toen het plan om allerlei wildernis, woeste gronden, de poldergebieden tussen de IJssel en Apeldoorn, die toen nog niet bedijkt waren, om die te gaan bedijken en die landerijen te ontginningen. Maar daarvoor moesten dus waterwegen worden gegraven om dat water, dat overtollige water in die polder, af te voeren. En toen zijn dus ook de weteringen gegraven en is de gift vanaf 1370 ook helemaal vergraven. Dus hij meandert niet meer door het terrein, maar is nu een gegraven waterloop. En de naam gift geeft dat in feite ook al aan. En de uitvoering van die werkzaamheden, dat werd gedaan door Hollanders en Zeeuwen. En die zaten in een kolonistenkolonie. Daar is Nijbroek uit ontstaan, Nieuwbroek. En dat ging onder leidingen van de monniken, of kloosterlingen, van het klooster Monnikhuizen bij Arnhem. Daar had je toen een prior, Hendrik Egger van Kalkaar. En die wist precies hoe die dat hele watersysteem, hoe je dat moest gaan doen. En die gaf dus leiding aan die Hollanders en Zeeuwen om die hele Oost-Veluwse polder, zeg maar tussen het Beekbergenwoud en Hattem, voor ontginning mogelijk te maken. En daardoor kon de hertog zijn inkomsten aanzienlijk verhogen. Want daar konden zich allerlei boeren vestigen die daar een landbouwbedrijf wilden beginnen of een veeteeltbedrijf. En het wildernisregaal was een van de landsheerlijke rechten. Dus de opbrengsten daaruit. Dus dat ging naar de kas van de hertog van Gelre. En zo deed men dat. En daar speelde dus de gift een hele belangrijke rol in. We hebben weer een heel wandeltochtje gemaakt. Ik weet niet waar je ons nu weer gebracht hebt, maar... Nou, we zijn hier vlak boven de oude molenplaats van de Olifant. Dat was een van de papiermolens op de Eendracht. We vinden ons nu bij de Hoendeparkweg en dicht bij de Eendrachtstraat. En dan zit je eigenlijk daar waar al die sprengersystemen samenkomen. En van dat punt even onder de molen, de Olifant, daar gaat het echt de grift heten. Dus hier komt de bouwafspreng bij elkaar, de Schoolbeek komt hier, de Eendrachtsprengen en de Ugchelse Beek. Dat komt hier allemaal bij elkaar en dat zet zich dus voort in de grift. En die loopt dus dwars door Apeldoorn heen, langs Vroom en Dreesman en CNA. En buigt dan af naar het noorden om vroeger bij Heerde in de IJssel uit te monden. Daar ligt dan nog wel de Hoenwaard, maar buitendijks ligt dan de Hoenwaard. En daar loopt al dit water van de Veluwe in feite naartoe. Je kunt zeggen vanaf het Beekbergenwoud helpt het hele gebied en naar het oosten af, dus in de richting van Deventer en Twello, maar ook naar het noorden, naar Hattem. En al dat water gaat dus via de Weteringen, maar ook de Gift, naar de dwarsdijk boven Heerde. Daar stond ook een conventshuis, een klooster zou je kunnen zeggen. Gesticht door Bentink, een van de bewoners van het kasteel de Zwanenburg bij Forchten. En die conventsbroeders die hadden toezicht bij die dwarsdijk op de sluizen die daarin zaten om al dat water dus naar de IJssel af te voeren. En je moet weten
dat was toen nog een woest en nat en drassig land. En een aantal keren is dat klooster compleet overspoeld. Ze schrijven dan ook, wij kwamen tot een dorren en natte landen. En ze hebben een kroniek geschreven, die loopt van 1470 tot ongeveer de reformatie, waarin ze al die ellende die ze daar meemaakten, dat bij hoog water de sluizen uit de dijk spoelden, dat hebben ze dus allemaal beschreven. En ja, dat is dus het eind van de gift. Hij mondt daar nog steeds. De sluizen zijn weliswaar vernieuwd. Maar boven Heerde heb je de dwarsdijk die eigenlijk vanaf de IJssel naar de Veluwse stuwwal loopt. En die de hele Veluwe voor overtollig water in feite beschermt. Dus de huidige banddijk langs de IJssel zou je kunnen zeggen. Maar die hoogtes, want ja, hier zit wel een hoogte en verval. Hier zie je dus weer de onderbeek. En hierboven ligt dus de bovenbeek. Want dat was weer de opgeleide beek naar het molenrad. Oh. Van de watermolen de Olifant. Up, we zijn hier aan de Holthuis. Dit is dus de echte grift. Ja, het Holthuis, dat is de oude Brinklaan. Bij de Apeldoorners meer bekend nog als Brinklaan. En hier kun je zeggen, is het echt helemaal de grift. En vanaf hier stroomt hij dus naar het oosten, maar ook naar het noorden. En dan komen er nog een hele hoop beken en sprengen komen in die grift. Denk aan de Ordebeek, de Beek van het Slop, de Beek van Kerschoten, de Loosse of Veldhuizense beek in Noord-Apeldoorn, die van het Paleis het Loo en het Sprengen van het Loo afkomen. De Weenumse Wieselse beek, dus de Weenumse beek. En nog verder Vaassen, Epe, Heerde. En je moet je voorstellen dat toen kort na 1370 die hele gift vergraven was, toen moest ook nog die hele polder dus ontgonnen worden. En toen zijn dus die weteringen gegraven als de Grote Wetering, de Nieuwe Wetering, de Euvelgunne. Om al dat water dus naar die sluizen bij Hulsbergen, waar ik straks over verteld heb, af te lozen. En dat is natuurlijk een heel vernuftig systeem. Nou, de volgende aflevering zal ik, hoop, mijn collega iets vertellen over de ecologische kant en over de waterhuishouding, want daar heeft de gift natuurlijk ook een hele belangrijke betekenis voor. Het is niet zonder reden dat men besloten heeft hem weer boven de grond te halen en te herstellen. En in de derde aflevering nogmaals, dan hopen we dat het waterschap zal vertellen hoe al die reconstructiewerkzaamheden hoe die zijn uitgevoerd. En dat zullen we dan ook de kijkers laten zien.